Ik heb weer een leuke Shein unboxing. Het is vandaag 9 februari en de 23e ga ik op vakantie naar Oostenrijk. Het is over, nou letterlijk over 2 weken. Dus het pakket is op tijd binnengekomen. Ik heb allemaal spulletjes gekocht voor de wintersport. Het zijn vooral handschoenen, dingen voor op je hoofd, beenwarmers, eigenlijk dat soort dingetjes. En dat zit in deze zak, dus we gaan het gewoon even unboxen. Nou, zoals je ziet, er zit best wel wat in. Ik heb veel dingen op kleur gedaan. In de zin van dat ik bijvoorbeeld beenwarmers wilde in zwart. En dan had ik ook zwart handschoenen gekocht. Nou, ga zo maar door. Ja, dit zijn dus eigenlijk alleen maar dingen die je aan kan doen. Ik heb 1 kledingstuk. Laten we daar maar gewoon mee beginnen. Ik wilde namelijk graag... Voor degene die mijn vorige Shein unboxing heeft gezien. Heeft misschien gezien dat ik 2 dupe Skims jurk heb gekocht. En nu heb ik van datzelfde stof een volledige bodysuit gekocht. Die gewoon aan elkaar zit. Ik ben dus echt heel benieuwd hoe deze gaat zijn. En of je dus... doorschijnt, want zal je zien zo wel. Dus ik ben bang van wel. Maar goed, dat is natuurlijk van Shein, dus we zien het wel. Ik ga deze later aandoen. Nog niet nu, maar dat is in ieder geval het enige kledingstuk wat ik heb gekocht. Daarnaast zitten hier ook nog wat spulletjes bij van mijn moeder. Dat zijn deze handschoenen en deze. Want deze heb ik 2 keer. En deze blauwe beenwarmers. Ik zal jullie gewoon even alsnog laten zien. Als eerste hebben we dus deze handschoenen. En deze hebben dus, heeft zij dus in het roze. Het zijn niet echt volledige handschoenen. Je doet ze zo aan en dan kan je als het goed is... Oh, dus de andere kant. Je vinger er zo doorheen doen. Nou, dat zijn dus deze handschoentjes. Die heeft zij... uitgekozen. Die heeft ze dus ook in het wit. En ze heeft ook nog beenwarmers gekozen. Donkerblauwe beenwarmers. We hebben al beenwarmers in huis. Maar ze had nog geen blauwe. Dus vandaar dat ze donkerblauwe beenwarmers heeft gekozen. En die ziet er dus zo uit. Zoals ik al zei, we hadden al beenwarmers. Maar ik wilde zelf ook beenwarmers. Dus die heb ik ook gekocht. Maar die kan ik later zien. Ik ging eerst met deze. Dit is een oorwarmer. Zijn dit. Ik wilde eigenlijk ook nog zwarte kopen. Maar zwarte hebben we al. Die heeft mijn moeder. Dus dan vind ik het een beetje onnodig om die te kopen. Maar... oh, ze zijn ook gewoon... oh, ze kunnen nog langer. Dus ik heb nu witte oorwarmers gekocht. Die gaan zeker mee als wij naar Oostenrijk gaan. Over 2 weken. Nou, dat is wel schattig, toch? Ik laat ze wel even op. Even kijken. Nou, laten we maar met de handschoenen beginnen. Deze zijn dus dezelfde als de roze. Maar ik laat die even zien in het wit. Even kijken. Ik heb namelijk echt een hele visie voor superleuke foto's te maken in Oostenrijk. En toen was ik aan het scrollen op Shein en toen dacht ik, oh dit... Snap je de vibe? Snap je hem al? Dus ik was aan het scrollen daar en toen dacht ik, ja dit heb ik allemaal nodig. Want dit zorgt ervoor dat alles helemaal bij elkaar komt. Ja, dus dit had ik als idee. Dan had ik daarnaast ook nog... Ik krijg een beetje in de war. Wat is precies wat? Ik begin gewoon alsnog met de andere handschoenen. Dan had ik ze dus ook gewoon in het zwart gekocht. Deze zitten aan elkaar vast. Zo.
Deze zijn wel iets anders dan deze. Want deze hebben hier dus ook een soort van dingetje voor over je pols. En dat heeft deze niet. Deze is gewoon letterlijk alleen dit. Dus hij is wel iets anders. Wat het al niet erg is natuurlijk. Want nogmaals, het pluisje in, hè. Je weet nooit wat je daadwerkelijk krijgt. Maar ja, dat vond ik dus wel leuk. Dat zijn die. Dan ga ik denk ik maar over naar deze. Dit zijn van die dingen die je over je hoofd heen kan doen. En, oh, wacht even. Hier ben ik wel een beetje benieuwd naar hoe deze gaat zijn. Ik zag ze dus allemaal voorbij komen. Kijk hoe leuk. Ja, en dan is dus het idee. Dan is dit dus het idee. Natuurlijk, wacht even. Snap je? Ho. Dus elke keer verkeerd om. Dit was dus ook bijvoorbeeld een idee. En ik heb dit dus ook. Kijk, zwart-wit. Zwart-wit. Je snapt hem al. Je hebt hem al door, hè? Ik moet deze natuurlijk ook gewoon in het zwart hebben. Anders, ja. Ik heb heel veel dingen in het wit gekocht omdat ik ook een wit pak heb. Maar ik heb dus nu ook een zwarte jas met een groene broek. Dus, snap je, daar kan deze er gewoon bij. En dit pak, dat ik zo meteen dus ga laten zien, is ook gewoon om leuk moonboots eronder te doen. En dan deze aan en dan dit erbij op doen. Snap je? Nou, dan hebben we nog bijbehorende. Ja, ik heb dus armwarmers gekocht en beenwarmers. Maar ik weet dus niet wat het verschil is, welke zijn. Oké, ik zie het al. Dit zijn de beenwarmers, dit zijn de armwarmers, want deze zijn wat kleiner. En dit is dus de bedoeling om, oh, om ook zo te dragen. Maar dan heb je dus gewoon echt armwarmers. En dit zijn daadwerkelijk. Hier zitten geen gaatjes in aan de zijkant, toch? Nee, dit zijn daadwerkelijk beenwarmers. En zoals ik al zei, we hebben al beenwarmers in huis. Maar ik wil gewoon mijn eigen beenwarmers hebben. Dus dat zijn die. Dan hebben we dat dus ook met de witte. Dan denk ik dat dit nogmaals de beenwarmers zijn. En dit de armwarmers. Zitten daar ook een gaatje aan? Zitten hier geen gaatjes in? Oh, ook. Ja. Ja, dat vind ik gewoon echt. Die stijl vind ik gewoon heel leuk. Maar ik heb sowieso dat ik alle stijlen leuk vind. Echt, nou niet alle, maar echt heel veel verschillende stijlen vind ik leuk. En daar wil ik dan ook gewoon graag aan meedoen. Ja, ik vind het helemaal het einde, oprecht. Hier maak ik me gelukkig mee. Ik voel me net een ijskoning nu. Ik zeg, pas maar op de piste. Ja, dit vind ik toch, dit is toch, snap je wat ik bedoel? Dit vind ik gewoon echt helemaal het einde. Dan als laatste, en ik denk dat dat de meeste mensen echt heel raar gaan vinden. Maar ik zag dat en ik dacht, ja, dit moet ik ook hebben. Dat is dit. En dit zijn dus van die dingen die je om je schoen heen kan doen. En dan heb je dus een soort van noem even een gorilla-achtig idee. Maar dit gaat niet om mijn boemboens passen. Dit, zie je? Snap je het idee? Ja, dit vind ik echt helemaal geweldig. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even dit pak aantrekken. Ik ga jullie laten zien. En dan ga ik gewoon even één kleur erbij aandoen. Ik denk wit, want dan kan je alles gewoon makkelijk zien. Ik ga even kijken of dit pak nou daadwerkelijk niet doorschijnt. Ik hoop van niet, maar ik ben bang van wel.
Maar ja, ik kan pas oordelen als ik het aan heb. Maar wat wel zo is, de andere twee jurken die ik dus van Shein heb, die schijnen dus niet door. En ik weet niet of je daar dus ook op deze manier doorheen kan kijken. Maar goed, we gaan het dus gewoon zien als ik deze even aantrek. Ik ga dus even alles aantrekken en dan kan je even het hele geheel zien. Nou, dit is een beetje de bedoeling. Het pak helaas schijnt door. Het was niet echt anders te verwachten. Toen ik het al opmaakte, dacht ik, oh ja, deze schijnt door. Maar wat wel leuk is, is dat ik hem natuurlijk wel gewoon even aan kan voor de foto. En gewoon als huispakje. Daar is het natuurlijk wel echt heel erg lekker voor. Maar ja, ik kan hem dus niet echt aan naar buiten. Had ik wel heel graag gewild. Maar misschien vind ik nog een andere op Shein die dat wel kan. Dit is dus het idee met deze. Ja, ik weet even niet zo goed hoe ik het moet noemen. Volgens mij heb ik ze ook verkeerd om aan. Want ze vallen nu naar beneden. Volgens mij moeten ze omgedraaid worden. Maar dit is dus een beetje het idee met de armwarmers. Deze hoesen noem ik het maar even. En dit mooie hoofdbandje. Ja, dit is dus een beetje het idee wat ik heb. En natuurlijk ook gewoon lekker voor dit weer nu. Of ik het daadwerkelijk naar buiten ga aandoen, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor de wintersport. Ja, wel echt heel jammer van het pak. Hij zit wel goed namelijk. Ik heb een emmetje genomen. Maar hij schijnt dus helaas door. Dat vind ik wel heel erg jammer. Anders had ik het gewoon ook naar buiten aan kunnen doen. Maar dat gaat dus helaas niet door. Ja, een heel lange video is het eigenlijk niet. Dit is eigenlijk alweer alles wat ik binnen heb gekregen. Of wat ik heb gekocht. Voor de wintersport. Ik ben echt super tevreden ermee. Ik vind het alleen echt jammer van het pak. Maar goed, nogmaals. Ik heb gezegd nu voor de derde keer. Shein blijft Shein. Je weet het nooit. Maar ik dacht wel dat ik zelf goed naar de reviews had gekeken of iets door zou doorschijnen. Is ja, dat doet hij helaas toch wel. Ik denk dat het misschien omdat ik zwart heb dat hij daarom wel doorschijnt. Want hier zie ik nu allemaal mensen die dat hij echt goed perfect past. En dat hij mooi zit en die doorschijnt. Ja, misschien heb ik dan toch nog net een andere gekregen. Ja, dit was het eigenlijk alweer. Dit is alles wat ik heb gekocht. Vond je deze video nou leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneer het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En hou zeker even mijn kanaal in de gaten. Dus abonneer zeker als je wil weten hoe mijn wintersport gaat verlopen. Want ik ga dat allemaal vloggen. Dus ja, zet vooral even je belletje aan. Zodat je geen één video van mij mist. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!